Adriaan Dalmau, wat vind je ervan dat een aanvaller die 25 minuten in het veld is, twee keer op onnodige posities geel pakt? Ja, dat is op een verkeerde manier agressie gebruiken. Ja, maar hou je nu in? Ben je wel kwaad erover, toch? Ik ben daar heel kwaad over geweest, ja. Vertel. Nou, zoals ik zei, ben ik heel, heel kwaad over geweest dat hij op die manier de ploeg benadeelt. Ja, want dit is verkeerde agressie. Ja, ik denk dat de intentie niet slecht is. Alleen dat je agressiviteit wilt brengen, maar dat kan hij ook heel goed. Alleen je moet dat wel iets slimmer doen als dit. Ja, doe dat lekker in de 16 van de tegenpartij. Ja. Ja, dat heb je net tegen hem gezegd ook. Dat is wel denk ik heel duidelijk gezegd, ja. Wat heb je nog meer tegen de ploeg gezegd? Nou, dat uiteindelijk na de 1-0, als je de eerste helft kijkt, eerste fase, denk ik dat ADO nog een paar keer, twee keer dreigend eruit komt. Ja. Maar goed, dat was voor ons blijkbaar nog even zoeken om zeg maar de goede afstemming te vinden. We waren zelf ook al een paar keer wel al dreigend geweest in de 16, denk ik. Maar ik denk na een kwartier, dan heb je de wedstrijd in de hand. Dan krijgen we denk ik twee hele grote kansen met Mimoun en met Girano vrij voor de keeper. Ja. Nou, daar halen we al te weinig uit. Nou, we hebben het gevoel in de rust van we moeten een tandje bijzetten. Dus je brengt ook een extra aanvaller nog om uiteindelijk nog meer zelf te gaan afdwingen. Ja, ga je eigenlijk weer terug naar 4-3-3? Ja, en dat doen we ook. We komen met 1-0 voor, dus dat is goed. En uiteindelijk heb je de wedstrijd in de hand. En dan raak je hem gedeeltelijk kwijt door de rode kaart. Maar dat betekent nog niet dat je hem hoeft gelijk te spelen. Want ik vind ook dat we heel slecht verdedigen bij de 1-1. We geven de bal voorlangs, geven we prijs. Terwijl er gewoon afspraak is dat die bal voorlangs er altijd uitgehaald moet worden. En je merkt een extra verdediger in om de drie punten over de streep te halen. Daar wou ik ook nog over hebben, René. Had jij niet het gevoel met een man minder dat Kerk degene is die nog een keer voor gevaar en diepte kan zorgen? Waarom heb je hem eruit gehaald? Nou, dat kan Eltiro ook. Die kan ook zeg maar, de hoeken bestrijken en belopen. Maar Kerk toch wel iets dynamischer op dit moment? Ja, klopt. Maar het was ook wel ver in de wedstrijd. En daarin konden we ook goede frisheid gebruiken. En dan kiezen we daarvoor. Alleen dat is... Maar geef je geen signaal af van Kerk eraf van, nou jongens, kom maar, Den Haag? Nee, want uiteindelijk toen Kerk nog in het veld stond, had volgens mij ADO ook al meer de bal op onze helft. Dat geeft al aan dat je dan zeg maar als ADO met de mensen die ze extra inbrengen, dat je gewoon het centrum ook gewoon goed dicht moet houden. En we hebben daar volgens mij drie goede centrale verdedigers staan. Dan mag je dan ook van verwachten dat ze dat klusje klaren. Ja, mogen we concluderen, of mag ik concluderen, een minder FC Utrecht dan vorige week in de Kuip. En de trainer is boos op Dalmau. Ja, maar ook niet alleen boos op Dalmau, ook op de kansen die we zeg maar, soort van verprutsen en de goal die we veel te makkelijk weggeven. Dus het is te makkelijk om het alleen maar op het ene moment van de rode kaart af te schuiven. Dankjewel, René. Okay.